Vandaag gaan wij Break-In Story 2 spelen. Eindelijk, na zo'n lange tijd, is het vervolg van Break-In Story hier. Smash eventjes op die like als jij niet wil dat er vanavond bij jou wordt ingebroken. Als eerste moeten wij een role kiezen. We kunnen kid kiezen of adult. Nou, bij kid staat de easy, dus die doen we maar. Hyper, sporty of de nerd. En de nerd kost 300 Robux. Je moet betalen om een nerd te zijn. Ik doe wel de sporty, I guess. Een sportsdrink klinkt goed. En dan heb je lekker cafeïne voor als er inbrekers in je huis komen. Heel specifiek. Waarom zijn we allemaal zo skinny? Hoe kan dit? En ik heb kid gekozen. Hoezo ben ik zo groot? Ik ben echt een groot kind. ABC to play. Wat? Speelt hij een spelletje? Is dit zo'n goochelaar op straat? Hallo? Ik wil spelen. Ik heb ABC gezegd. Hij zegt, oké, kom. Dat vind ik best wel verdacht. Niet zomaar meegaan met vreemde mensen op straat. Die zeggen, kom hier. Maar ik ga wel met hem mee. Because I'm the president. Oh, dit is de president. Holy moly. Ik zit gewoon met de president in de auto. Nou, daar gaan we. Iemand loopt ook mee. We gaan echt heel traag. En nu staan we hier gewoon. Yo, wat is dit? We zijn niet getp'd. Yo, I'm escaping, bro. We gaan ontsnappen. Let's go. Waarom zegt iedereen streepjes? Dat is echt heel raar. Ik snap er echt geen bal van. Mensen typen niet streepjes. Dat is gewoon Roblox die alle berichten blokkeert. En ik ga net, na 4,5 week tijd, Roblox opnemen wanneer Roblox server issues heeft. Oh, en wat? Avatars laden ook niet in. Wat is dit nou weer? Behalve Billy, die laat wel in. Nou, daar ben ik weer een uur later. Roblox doet het zo te zien weer. Er zijn gewoon overal mannetjes. De chat doet het. Het is super levendig allemaal. Dus we gaan gewoon maar meteen weer in de truck duiken. Dit keer zitten we niet naast de president. Nee, dit keer zitten we naast Billy met haar. En naast een doodgewone boerenjongen die aan het dansen is. En tegenover een man met een pompoen op zijn hoofd. Tegenover mensen met honkbalknuppels. Dus hebben jullie honkbalknuppels? Yo, wat gaat er met mij gebeuren? Word ik ontvoerd hier? Hallo? Ik dacht, we gaan gewoon op schoolreisje of zo. This camping trip is binnen de zesde. Oh, het is een camping trip. Goed om te weten. Notities maken, hè? We're lost. The car broke down. Oké, we zijn dus gecrashed. Ik weet niet hoe dat is gebeurd. Misschien was onze chauffeur onder invloed of zo. Want hoe kan je hier nou in hemelsnaam crashen? Of misschien zag hij iets op de weg staan. Misschien schokt hij van iets. Oh, the lore is developing. Being outside makes you slow. Dat is ook goed om te weten. Nog meer notities. We need shelter. Maybe there's some nearby. Ik denk dat de enige shelter de monster's lair is. Dat weet ik best wel zeker. Caution. Wrong way. Turn back. Ja, we hebben niet echt een auto, dus we luisteren maar niet naar dat bord. It's hailing. Oh nee, het hagelt. Oh, het zit in mijn nek. Oh, het is koud. Oh, het doet pijn. Hagel is zo irritant, hè. Oh, het knippert ook echt. Oké, we moeten echt indoors gaan. Anders raken we onderkoeld of zo. We lopen nu letterlijk gewoon de dungeon in van het monster. Met die muziek ook. Het is zo intens. Wat doet deze kip? Oh, deze kip heeft bokshandschoenen. Het is een haan trouwens. Oh, we're good. We're good. Hij gaat ons redden. Wow. Waarom gaan de lichten uit? Wow, wat was dat? Ik was naar de kluis aan het kijken. En er was ook een soort controlepaneel. Oh, dit is een scherm. Oh, wij zijn hier beneden. En wat doet die guy in die kluis daar? Of in die cel daar links? Secret evil villain base. Er gebeurt echt heel erg veel. Oh, nice. Dat is de super evil chef. En dat zijn de super evil mensen die aan tafel zitten. Break-in 2. Maar dit is dus de super evil basis van de super evil inbrekers van de eerste game. Oh, hier keek ik naar. Oh, dat is een lever. Oh, dat is voor het licht. The lights are already turned on. Yo, dit hebben jullie goed gedaan. Nice. Oh, en hier is de kitchen. Hier was die kok. Oh, maar dat kunnen we niet open krijgen. Dat is te zwaar. Oké, fight, gym. Oh, kijk dit. Hier, dit is een soort van een kaart. Ja, hier bereiden ze zich voor. Ze hebben hier een shop, een kitchen. Daar kunnen ze leren vechten. Kunnen ze ook sloten openmaken, daarmee oefenen. Daar kunnen ze gymmen. Explore the base. Train at the gym or fight bad guys. Oké, okay, ja, we kunnen nog niet naar de kitchen. Kijk, hij probeert het ook. Lukt er niet zo goed. Hij is helemaal rood geworden. Ziet er niet zo gezond uit, bro. Ja, we kunnen vechten. Oh, en dan kunnen we die guy uit de cel halen. Yo, bro. Kom uit die cel. Hoezo zit je daar? Ja, eigenlijk wilde ik gymmen, maar ik wil die guy uit de cel halen. Bro, wat doe je hier? Oh, hij kijkt me heel eng aan. Bent u de oude wijze opa? Kunt u mij kung fu leren? Ik haal je eruit, oké, als u mij kung fu leert. Oké, volgens mij wil je dat niet. Wow, yo, dit is intens, man. Holy moly, je loopt zelfs een ring uit. Het lijkt net WWE of zo. Dat is niet de bedoeling. Waarom zou je nu vechten? Dan gaat al je HP weg. Oké, ik ga snel naar die gym toe voordat het niet meer kan. Ik ben bang dat we al te laat zijn.
Drink to train faster at the gym. Oh, die heeft 5 charges. Ja, ik weet niet hoe vaak we nog een gym tegen gaan komen, zeg maar. Ik snap het niet helemaal. En wat zijn dit voor barbells? Wat ben ik raar met die barbel aan het doen? Hoezo wiggle ik hem zo raar? Oh, maar ik ben ook een kind. Al deze mensen zijn volwassen. Ik heb echt geen idee. Oké, we blijven dit wel gewoon drinken, I guess. Oh ja, kijk, nu trainen we sneller. Oké, we drinken weer een stukje. Ik weet echt niet hoe het werkt. Het is zo raar. Oh, kijk, je kan ook je speed daar verhogen. Yo, I'm all for the strength. Ik ga 1-0 strength trainen. A broadcast is starting. Oh ja, mooi. Die kan ik vanaf hier bekijken. Dat is mooi meegenomen. Here we go. Breaking news. Scary Larry's body is missing. Heeft hij daar 5 jaar lang gelegen? Want volgens mij hebben we hem doodgemaakt in de vorige break-in. Group of noobs breaking into our base. Oh, dit is een eigen nieuwsplatform. Oké, crap. Ze hebben ons door. We are preparing 3 waves of backup. 1, 2, 3. Oké, onze nieuwe vijand is Scary Mary. Dat is denk ik de vrouw van Larry. Weet ik niet. Dat zijn alleen maar theorieën. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar hier komt de wave met backup. Die kan je in real time zien. Er zit een tracker in het busje. En ze komen nu naar ons toe. Nu hebben we op zich wel een kaart. We kunnen nu nog weglopen als ze snel zijn. Get to the middle of the room. Oh, crap. Oh, we moeten naar het midden toe. Gaan we anders dood of zo? Ik weet het niet. Oh ja, daar moeten we staan. Nice. Oké, daar komen ze. 3, 2, 1. En dan gaat de deur open. Dan zeggen we... We were expecting you. Oh, crap. Oh, ik dacht ze gaan echt naar binnen rijden. Maar nee. Here we go. Nou, dit wordt de eerste battle. Dit wordt de eerste battle. Oké, hopelijk hebben we genoeg HP. We hebben volgens mij een healer op het team. Dus dat is nice. Ik heb mijn strength getraind. Dus dat zijn we nu even aan het testen. Oh, damn. Ik heb echt zieke spierballen, man. Ik ben iedereen hier aan het killen. Of het lijkt alleen maar zo. Zou heel goed kunnen. Nou, dat hebben we goed gedaan. Heal me even, bro. Heb je oneindig veel charges? Dat zou echt insane zijn. Thanks. Kijk, de kitchen is nu trouwens open. Ik loop er gewoon in. Hier, ik crave gewoon naar die voedsel. Maar daar is de kok bezig. Heeft hij ons echt niet door? Wat een noobs. Oh, ik denk al dat ik weet hoe het werkt. Dit is gewoon onze lobby voor heel de story game. Hier, keep training for wave 2. En er staat daar ook bij de keuken... staat er een deur en daarvoor heb je 4 vuistjes nodig. En ik heb er nu 2... Dus iemand moet 4 vuistjes hebben. En dan kunnen we dat openen. Het is een heel apart concept. Dat heb ik echt nog nooit gezien in een Roblox game. Ik weet nog niet wat ik ervan vind. Maar dat gaan we bekijken. Er zit nu ook daar een pizza gast of zo. Zo'n thuisbezorgd mannetje zit daar rechts. Gym delivery. Free gym power up. Oh, dat is die gast. Hey, nice. Oh, kijk, daar ben ik. In mijn eentje aan het gymmen. Let's go. Look at me, bro. Oké, geef maar. Ja, dankjewel. Ze zagen mij ook gewoon in die cutscene. Yes, give me all that juice, bro. Al deze lean. Al deze flipping lean. Oei, ik kan echt superveel pakken. Hier, ik heb er nu 2. Dit gaan we echt gewoon allemaal gebruiken om die 4 vuistjes te krijgen. Ik ben dadelijk de eerste met 4 vuistjes. Ik wil gewoon de eerste zijn. Ja, kijk, nu zijn ze ook ineens allemaal aan het trainen. Maar ik ga de eerste zijn met 4 vuistjes. Of hij daar links. Ik denk dat hij eerder is, want hij is volwassen. Oh ja, het is weer op. Go, go, go. Drink die flipping lean. Hoppa. Nee, dit is natuurlijk mijn protein shake. Mijn scoopies. Doorzetten. Oh ja, houd gewoon dat drankje in zijn handen. Dan kan je echt meteen opnieuw drinken. Kijk, dat is slim. Nee, heeft hij nou 4 vuistjes? Nee, hij heeft niet 4 vuistjes. Hij gaat op een betere positie. Ik weet niet. Volgens mij heeft hij te veel van dat drankje genomen. Oké, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Blijven drinken. Blijven drinken, bro. 4 vuistjes. 4 vuistjes. Oké, go, go, go. Ik ben de eerste. Snel. Voordat de nieuwe enemies komen. Vuist. There's no key. Maar ik heb hem gewoon opengebroken. Come at me, bro. This weapon is too weak. Wat? Oh, wat? De pizza boss is boos op mij. Oh, dit is de pizza boss. Help. Oh, hij blijft in de keuken staan. Kom op. Mijn wapen is too weak. De volwassenen moeten dit doen. Oh, is die... Oh, nee, hij is... Oh, nee. Hij is uit de keuken gebroken. Hij doet enge spinattacks. Dat is gewoon een soort optionele boss. En hij komt er niet uit of zo. Hij blijft daar gewoon. Heel apart. Oh, kijk dit. Hier, ik heb 40 doekoes. En je kan dus hier een wapen kopen. Zullen we dit doen? Of zal ik voor healing items gaan? Ja, voor nu hebben we gewoon een healer. Dus ik denk dat ik voor deze ga. Oh, kijk dit. Kijk dit. Hier, ik heb een epic gekregen. Oh, dat is echt sick. Ik heb gewoon een diamanten crowbar gekregen. Ik ben heel erg blij dat we niet de rare hebben gekregen. Dat zou me echt depressief hebben gemaakt. Het liefst heb ik natuurlijk wel een legendary. En dan kunnen we als laatste niks meer doen. Nee, oké, dit was het. Nou, daar gaan we. Hallo, Uncle Pete. Oh, je gaat voor ons vechten. Once you defeat 3 bad guys. Dat ga ik doen voor je, Uncle Pete.
Leer me dan wel kung fu? Come at me. Nou, daar gaan we. Oh, crap. Ik moet natuurlijk 3 bad guys defeaten. Hoezo is iedereen zo flipping goed? Iedereen gaat in 1 keer dood. Dit moet ik voor Uncle Pete doen. Bam. Yo, hoezo is iedereen zo goed hierin, joh? Dit is echt veel te makkelijk. Uncle Pete, ik heb bad guys gedefeat. Oh ja, dat staat ook hier. Uncle Pete quest complete. En nu vraagt hij exact hetzelfde. Yo, stik hem maar in, Uncle Pete. Je wil weer dat ik 3 bad guys ga killen, of niet? Wat is dit? Our scientists have discovered that this weapon is the strongest for purging. Die speler voor mij, die heeft dus allemaal papiertjes weggehaald. En hier zit een soort geheim papiertje. En deze geeft zo te zien aan wat het sterkste wapen is voor deze ronde. Oh ja, want hier kan je een random van krijgen. Oh nee, je kan kiezen. Oké, dat is duidelijk. Weet je wat? Ik ga deze gewoon spammen totdat ik die heb. Nee, dit is zo flipping naar. Dit is zo flipping naar. Ik heb alleen maar gouden en diamanten crowbars gekregen. Maar kijk naar mijn geld. Ik kan nog maar 1 keer die vending machine... ik kan nog maar 1 keer gebruiken. En er is ook nog maar 1 gele crowbar. En ik weet gewoon nu al dat ik de gele ga krijgen. En dan kan iedereen het beste wapen krijgen. Oh kijk, ze hebben de power uitgedaan voor de tv. Dat is slim. Oh kijk, hier is geld. Yes, nu heb ik genoeg. Nee, de power is nu net uit. Nee, oh, dat ga je echt niet menen. Nu kan ik niks kopen. Heb ik al dat geld voor niks verzameld. Dat is zo lullig. Find the generator. Ja, dat gaan jullie doen. Dat gaan jullie doen. Ik ga niks doen. Ik ga wel met de chef praten of zo. Hallo chef, kan er even een pizza de oven in? Ik heb honger. Hij is letterlijk gegijzeld. En alsnog luistert hij niet. Maar ja, hij is te sterk voor ons. Nog meer doekoes. Give me them dukes. Dankjewel. Wat? Oh, we moeten rennen om de generator aan te zetten. Oh, ik dacht dat iedereen buiten was. Joh, waar is iedereen? Ja, iedereen is aan het verstoppen. Serieus. Maar ik heb maar 1 strength. Oh, wat? Zij heeft het helemaal alleen gedaan. Props to you. Cookie en Clonnie... Ja, ik krijg ook credit. Ik zat er letterlijk een halve seconde op. Kijk, zo doe je dat. Bam, hier, ik zei je toch. Zo gaar. Oké, nu kunnen we kiezen, toch? We kunnen niet kiezen. Ik krijg gewoon een honkbalknuppel. Serieus, ik dacht, hierna kan je gewoon kiezen. Hoeveel zijn er nog in stok? Er is 1 bezem. 1 flipping bezem. Ik ga gewoon geld bij elkaar sprokkelen hier. Even kijken, kan ik dit kopen? Hier, 20 Robux. Ik heb toch bijna 20k. Jeetje, waarom heb ik zoveel? Oké, snel. Please. Yes, ik heb de bezem. Oh, ik dacht even dat ik hem niet kreeg. Yeah, it's tool time. Ik heb een achievement gekregen. Nice. Yo, wat doe je, Uncle Pete? Oh, kijk. Oh, wat? Dat is wave 3. 3 flipping busjes. Maar ja, nu heb ik ook het beste wapen in de game. Dus dat moet goed komen. Ik heb een flipping bezem. Beste wapen in de game. Zo zijn ze echt beat up, man. Holy moly. Yo, je moet even naar de dokter toe. Nu ben ik aan het flexen met mijn wapen. Maar niemand weet dat ik echt $200 heb uitgegeven voor een bezem. Maar nu kunnen we trouwens wel die dude in de keuken doodmaken. Maar denk ik niet meer dat we hierna dat nog kunnen doen. Oh crap, het is echt een megabos. Kunnen we die wel aan? Ik hoop het. Oh kijk hoe sterk mijn wapen is. Holy flipping moly. Mijn wapen is echt heel overpowered. Wait, oh dankjewel Piet. Dankjewel. Nee, ik wil het geld. Ik wil het geld, please. Oh kijk, zo te zien kan je ook een hondje krijgen. En ook iemand met een hoed. Oh, dat is de chef denk ik. Als je de chef verslaat. Ik snap het denk ik al. Is Uncle Piet nu dood? Is stunt. Oh, hij is stunt. Oh, ik denk dat je in deze waves kan je... had je de mogelijkheid om allemaal companions te verzamelen. Als je ze allemaal had, dan kon je in 1 keer de boss killen of zo, denk ik. Zoiets. En nu doet Uncle Pete ook niet mee. En waar is iedereen? Er zijn letterlijk nog 2 mensen. Je staat daar boven. Hoezo? Ik ben hier letterlijk gewoon aan het strijden voor mijn leven. Bloed, zweet en tranen hier. Kijk, ik ben hem aan het opvegen, letterlijk. Oké, we hebben hem bijna verslagen. Here we go. Nog een klein beetje... En die cookie gebeuren, zij, die heeft nu gewoon echt helemaal niks gedaan. Als je gewoon goed genoeg was geweest, dan had je niet eens heals nodig gehad. Good job. Clonnie Nix Games en bla bla, did the most damage. Yes, I did, bro. Kan ik jou nu killen? Dat moet toch nu easy lukken? Nee, dat moet niet easy lukken. Holy moly. Yo, heal me, bro. Zo heal je me niet. Hij heeft gewoon een health pack, maar hij doet het niet. Wat is slimmer om te kopen? Nee, nee, nee. Ik wil letterlijk net de vending machine gaan gebruiken. That's enough. You brats have annoyed me for too long. I have experiments to get back to. Oké, Scary Mary. Waarom open je ook nou net de shop? Ik wil nog even wat healing items kopen. Yes, yes. You're so incredibly clever for breaking in and taking over my base. Oh, dit was de base al? Maar waar zaten die mensen dan aan tafel? But now it's time for you to see what I've been working on down here. Oh, we krijgen gewoon secrets. We krijgen een sneak peek. Wat Scary Mary aan het doen is. Nou, daar gaan we. De kluis in.
Here we go. Wel jammer dat ik geen healing items heb. En die gast die gaat ook niemand meer healen, volgens mij. Dus dat gaat lastig worden. Maar here we go. Scary Maddie, what are you? Oh, dat is Scary Larry. Aw. Oh, test subject. Oh, crap. Ze gebruiken Scary Larry's lijk. What? Dat is echt gestoord. Oh, we moeten items daar plaatsen. Oh, als iemand een gouden crowbar had of zo. Tubes for Scary Larry's items. Some of them are missing. Oh, dat zijn de items van Scary Larry. I remember seeing a crowbar. Dat is dus denk ik een soort secret ending of zo. Als je al die items buiten vindt en ze nu hierin doet. Oké, dat is grappig. Dat is grappig dat ze het zo revealen. Ja, en hier zit helemaal niks in. Het is gewoon troep. Oh nee, er zat een batterij in. Lekker gedaan, meneer Daan. The door is open. Go across the bridge. Oh, hallo. Viel die haan nou gewoon in het lava? Dat is echt lullig. The door is open. Go across the bridge. Is dit what you've been working on? Je staat er gewoon zelf. We met at last. You have broken into my base and caused me a lot of trouble. You want to know what happened to Scary Larry? He was weak and we fixed him. Now, let me get a look at you. Wat is de volgende testsubject? Pick me! You haven't trained speed at all. How do you expect to keep up with me? Ik ben heel sterk. Ik had niet genoeg tijd. You literally have no food. I'm starting to think you want me to defeat you. Dat is op zich wel echt leuk dat ze dat erin hebben gedaan. You've discovered our most powerful weapon. You've clearly done your research. Het is leuk dat ze zo'n review doen van wat je hebt gedaan. No armor though. Moest ik daar nou dan aan komen? Your NPC team is weak. All you could manage is one person. Oh, dat is echt leuk dat ze dat ook zo op de grond. Het is echt leuk dat ze een review doen van wat je hebt gedaan. Maar ze zegt niks over mijn strength, hè. Daar zegt ze niks over. Oh, I will surprise you, grandma. The bridge is collapsing. Oh, nee. Oh, wat? Ze heeft zo'n ding. Zo'n ding. Zo'n opwinding. Ah, oké. Daarmee kunnen we haar verslaan. Hoppa, opgeveegd. Je hebt mijn speed niet opgemerkt, hè. Of ik bedoel mijn strength. Mijn spieren zitten verstopt onder mijn Clonie Games hoodie. Wil je er trouwens ook eentje? Ga dan eventjes naar cloniearmy.nl via de link hier beneden. Oh, trouwens, iedereen is dood. Heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Noobs. Ja, ze waren wel allemaal low en deze guy hield niemand. En hij is ook low, zo te zien. Nou, waarschijnlijk moet ik deze boss fight helemaal alleen gaan doen. Scary Mary. Hallo, Scary Mary. Let's dance. We will begin slowly. Oh, ze heeft een viool. Ze kan viool spelen. Wow. Pas op. Oh, we hadden op die bloem moeten gaan. We hadden op die bloem moeten gaan. Dan konden we op haar springen, denk ik, of zo. Of niet. Huh? Wat is die bloem? Ik snap niet wat die bloem is. Ja, ik durf hem ook niet aan te raken. Straks ga ik instant dood. Wow. Oh, kijk. De roos is gepopt. Ik denk dat je daar op moet staan, of zo. Ze target alleen maar mij. Oh ja, hier. Ze is stunt. Wind. Je moet haar opwinden. Try turning the key on her back. Oké, dat hebben we gedaan. Oh, nu hebben we haar gedamaged. Good warm-up. You will need to be faster. Stronger. Oké, sure. Wat is dat? The plank is behaving strangely. Maar ik snap nog steeds niet, waar is ze mee bezig? Want ze zeggen, I've been working on something. Komt Scary Larry nog of zo? Wat is dat ook? Ja, de plank doet inderdaad raar, maar wat doet het? Daar kan je zien waar het bloed, zeg maar, komt. Waar het volgende bloed komt. Ik ga ervan uit dat het bloed is. Ah, oké. Oké, kom maar, Scary Mary. Scary Mary. Moet ik haar hier opzetten of zo? Wordt ze dan gewoon van afgewipt? Misschien wel. Bro, kom hier. Hier. Goed zo. Let's dance a little faster. Wat? Ik ben daardoor gedamaged. Hallo, Scary Mary. Ik wil een refund op MAP. Dat is echt dikke vette onzin. Echt dikke vette onzin. Wanneer word je nou eens moe? Ik wil je mappen. Oh, hier. Ja, hij doet constant die key, man. Oké, nu gaat ze daar weer naar boven. Wat is die plank? Want net stond ze daar op, maar toen gebeurde er niks. You are too weak. You won't survive this. Maar ja, ze weet nog niet van mijn andere power. Mijn power van 20.000 Robux. Waarmee ik gewoon unlimited respawns kan kopen. Oké, dit is de final dance. Oh, final zeg je. Heb je geen energie meer, mevrouwtje? Oh, crap. Niet doodgaan op het laatste. Ik denk dat die rozen gewoon obstakels zijn of zo. Oké, daar komen spikes. Hier op de plank. Ze staat op de plank. Hoezo valt ze er niet af? Is dat ook een secret ending of zo? Of komt Scary Larry daaruit? Die zat daar onder die plank. Yay, I did it. Half hartje. Ga weg. Nee, nee. Dat is zo lame. Nee. We gaan niet weer hetzelfde doen. You think you've beaten me? Ja, maar je kan gewoon die lava daar doen als je wil. Dan win je ook.
You thought that fight was what you were preparing for. You can no longer pay to respawn. Wat? Je kan niet betalen om te respawnen. Crap. Daar hebben ze over nagedacht. Is dat Scary Larry? Wat? Wat? En kijk, wat die villains zijn er aan het spelen in een band. Die inbrekers. Oh, wat? Nu moet ik in mijn eentje gaan vechten. Oké, ik ga dood. Wat? Oh, dat is Uncle Pete. Uncle Pete zat onder de plank. Wat? Oh, ik dacht ik kon ontsnappen of zo. Dit is zo flipping lastig in mijn eentje. Dit gaat me nooit lukken. Dit gaat me nooit lukken. Ik ga gewoon dood. Spijt me, kijkers. Laat even een like achter als jullie nog een video willen zien van Breaking Story 2, waar ik een betere strategie ga toepassen en dus de volledige game ga uitspelen. Voor nu ga ik hier de video afsluiten. Ik zie jullie bij de volgende video. Later!